Mag ik u bij deze bijzonder hartelijk verwelkomen te Reetdijk, waar vandaag de 49ste grote herdenkingsprijs Jean-Pierre Montserrat wordt verreden. Dat is een wedstrijd voor onze elite-renners zonder contract en onze belofte die staat. En zijn identiteitskaart, hij kan die terug na de koers bij het inleveren van het rugnummer terug uiteraard mee bemachtigen daar ter hoogte van het wedstrijdsecretariaat. Niet vergeten, Peter. Het zij straks na de meet, die gaat dus afgescheiden de overwinning pakken. En die mag dus met u applaus ondertussen het feestje al inzetten. Deze man heeft de jump geplaatst en het bleek de uiteindelijke beslissende demarrage te zijn. Hij pakt de overwinning, hij pakt de zege. De overwinning vandaag is voor het nummer 25 voor Carmen Porco. Hij wint de wedstrijd en dan is de sprint volop aan de gang voor de
zegen in de andere categorieën. We hebben daar het nummer 26 in de sprint wint, Fabio Corco. En ook de andere mannen sprinten daarmee hun wedstrijd beëindigend. Op die manier hebben we dus de mannen binnen en gaan we dus zometeen eventjes meeluisteren naar de officials om te weten te komen wie in welke categorie uiteindelijk de beste is gebleken. Want we hebben vier laureaten, een laureaat bij de amateurs, een laureaat ook bij de masters A, eentje bij de... We kunnen ook bevestigen dat bij de amateurs een 19e wedstrijd met Matthias Kroon. Op de burgemeester Patrick Vullings en op de schermen van sport, Tommy, Matthijs en de mensen van de familie Monserijn gaan straks mee de prijzen uitreiken aan onze vier laureaten. We hopen ze alle vier bij ons te krijgen. De winnaar dus bij de Masters A. We hebben bij de Masters B een overwinning voor Bart van de Wijngaard. We hebben bij de Masters C een overwinning voor Ivan Verschuren. En bij de Amateurs een overwinning voor Matthias Kroos, afkomstig en Alt Dunhout. Dat zijn de mannen die straks in de prijzen vallen. We gaan met de koers, want die gaat eerst en vooral de overwinningsbloemen van deze wedstrijd in ontvangst mogen nemen. Hij is weggedemarreerd in de laatste ronde. Dat bleek de beslissende jump te zijn. Hij komt uit Münster, Wilsen, dames en heren. U mag hem met applaus absoluut feliciteren na zijn overwinning van vandaag. Een applausje graag voor Carlo Porto. Krijgt de bloemen en krijgt ook een fles champagne. En dan zullen we ook een kussen bij houden, denk ik, aan de man die deze wedstrijd wint. En dus ook de wedstrijd wint bij de Masters A. Onze man uit Münster-Vilsen. Een applausje graag nogmaals voor Carlo Porto. Proficiat, Carlo. Hij krijgt ook nog een overwinningstrofee. Dus hij krijgt naast de palm, naast de bloemels, ook nog de overwinningsbeker uitgereikt. We gaan er de winnaar bij vragen bij de Masters B-categorie. Dat is een man uit Sint-Job. Hij luistert naar de naam van Bart van de Wijngaard. En ook Bart wacht met applaus naar het podium. Proficiat! Winnaar in de Masters B-categorie, Bart van de Wijngaard. We hebben een winnaar ook in de Masters C-categorie. De man afkomstig uit Heist op de Berg. Een applausje graag voor de winnaar bij die Masters C. Applaus voor Ivan Verschuren. Proficiat, Ivan. Dank u. En ook Russen, de trofee. En een heerlijke fles bubbels voor Ivan Verschuren. De winnaar bij de Masters C. En dan bij de amateurs hebben we ook een winnaar. Hij komt uit Alt Dunhout. Een applausje voor Matthias Kroos. De winnaar bij de amateurs. Proficiat. En dan hebben we ze alle vier mooi verzameld op het podium staan. De laureaten in onze afwachtingskoers. De winnaars zijn de Memorial Louis Duikers. Onze vier mannen die gehonderd zijn met Carlo Porto met op het podium Bart van de Wijngaard, met Ivan Verschuren en met Matthias Kroos. Geef ze alle vier nogmaals een welverdiende applaus. Proficiat. De tijdskaart van Peter Gosselaerts, die hebben gegeven was terug aan de rechtmaat.